Goedemorgen allemaal. Ik ga kijken of ik mezelf even zo snel kan vinden. Oh, ik zie dat ik op de laptop in de verkeerde groep zit. Yes, daar ben ik. Ik heb in ieder geval mijn live gevonden. Dat is altijd wel fijn, hè? Want dan kan ik gewoon lekker meelezen met wat jullie schrijven. Op deze maandagochtend. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar hier schijnt het zonnetje. Want ik zie een blauwe lucht. Wel wat witte wolkjes, maar... de zon schijnt. Even nog iets. Zo, nou ben ik er helemaal klaar voor. Goedemorgen Ronnie uit België. Een heel eind weg, hè? Zo, nou, ik heb het vrolijke decemberpapier Lala Lente gepakt. Oh, ik zie dat jullie iets niet zien wat ik wel zie. Maar we gaan ervoor, toch? Dan zie ik het scheef liggen en dan kan ik daar niet mee stoppen. Dus ik ga het nu loslaten. Ik ga met het vrolijke decemberpapier Lala Lente, het nieuwe decemberpapier van Bellalulu, ga ik een leuke kaart maken. Ik ben gewoon verliefd op dit papier. De kleurtjes, de printjes. Is toch helemaal te gek. Ik wil het jullie toch nog heel even laten zien voordat we gaan beginnen. Want het is natuurlijk prachtig papier. Er zitten onder andere twee vellen. Met allemaal leuke plaatjes in. De kuikentjes, gnoompjes. En ook wat losse bloemetjes die je uit kan knippen. En hier zit dan ook nog de konijntjes. Ik ben echt zelf verliefd op de konijntjes. Die vind ik zo cute. En hoe vind je dat treintje dan? Met de konijntjes en de kuikentjes. Ook erg leuk. Nou, daar zit erin een dotje. Met aan de andere kant een soort stippellijntje met wat leuke elementen in de hoeken. Er zit in een dun streepje, meer een tekenlijntje. En aan de andere kant is dat een lichtblauw wit dotje. Dan zit er een notebook in met wat leuke elementen in de hoeken. Aan de andere kant zit een geel sterretje. Een zigzagpatroontje, ook weer in die mooie pasteltintjes. En aan de andere kant zit er een blokje. Een soort ruitje, maar ik noem het eerder een blokje. En dan een lila barok met een mooie rand aan de onderkant. En aan de andere kant weer een notebook met leuke elementjes. En een notebook
met kuikentje en aan de andere kant een hartje. Dan heb ik hier nog twee aangebroken velletjes. Het streepje en aan de andere kant een lichtblauwe dot. Dat is gewoon, ja, daar heb ik uitgehaald en meer heb ik niet. En een ruitje. En aan de andere kant weer een streepje met leuke elementen. En nou mis ik ook twee vellen, denk ik, of drie zelfs. Maar die zijn gewoon al zo ver op dat ik die niet meer kan laten zien. Dus helaas is het niet compleet. Maar goed, voor wat ik kan laten zien, hebben jullie toch een aardige indruk van het dessinpapier wat er allemaal in zit. Even kijken hoor, want ik snap hier een vraag niet. Ronnie, er zijn weer even over dat mega hobby festijn van 2 januari. Dat was gisteren natuurlijk in een recordtijd uitverkocht. Maar we hebben er weer wat tickets aan toegevoegd. Er zijn weer wat tickets aan toegevoegd. Dus er zijn weer plaatsen beschikbaar om te bestellen. Dus voor degene die gisteren ernaast grepen. Ik zag dat er nog een aantal tickets in de webshop stonden. Ik ga heel even kijken voor jullie of dat nog zo is. Want het zou triest zijn als ik het zeg en het klopt niet. Er zijn nog 76 tickets op dit moment in de webshop verkrijgbaar. Voor €14,99. En dan krijg je een superleuke goodiebag. Dus mocht je gisteren ernaast gegrepen hebben, dan is er nu nog de mogelijkheid. Dus, ja, dus dan is er nog een mogelijkheid. We hebben nog 76 tickets. Nou, dan ga ik nu even het kaartje laten zien wat ik vandaag ga maken. Ik heb even een voorbeeld gemaakt. Ook omdat ik toch het een en ander moest uitrekenen. Dus ik denk, dan is het toch handig als je me eerst een keer maakt. Ik heb er een banderol op omgemaakt. Want dat vind ik altijd wel leuk dat je dan het kaartje leuk kan sluiten. Als je die eraf haalt, dan klap je hem open en dan heb je eigenlijk een soort van pop-up kaartje. Ik laat hem heel even zien. Kijk, doordat er wat afstand wat heb gehouden hier in het midden, blijft hij dus gewoon heel leuk rechtop staan. Ertussenin heb ik wat mica geplakt zo, zodat je daar, dat het daar mooi tegenaan blijft leunen. En is het net of het vlindertje in de lucht vliegt. Op deze twee kanten heb ik niks geplakt verder, omdat het gewoon zulk mooi papier is dat ik het zonde vond om daar iets overheen te plakken. Dus dit is het kaartje wat we vandaag gaan maken. Goedemorgen voor degenen die nog binnenvallen. Hij is een schatje, is het, hè? Ik vond hem, het Bellarulo papier is er natuurlijk ook wel heel geschikt voor. Dus dit is het kaartje wat ik ga maken. Ik ga jullie ook in de live de maten doorgeven die je nodig hebt. Dus als je hem ook wil maken, zou ik zeggen pak pen en papier erbij. Want ik ga de maten opnoemen. Ik ga eerst opnoemen wat we nodig hebben. Zal ik dat doen? Dan kunnen jullie dat even in één keer doorschrijven. Volgens mij staat er nog geluid aan. Ik ga even kijken. Ja, staat nu uit. Dat is heel vervelend. Ja, sorry. Het geluid is niet goed uitgezet. Nou is beter. Dus, voor de liefhebbers die het... ik zie dat ik mijn vinger in beeld heb terwijl ik het geluid uitzet. Dus,
pen en papier, hè? Hebben we pen en papier bij de hand? Ik heb dus wit kaartstok gebruikt en dat zachte geel en dat zachte geel. Ik ga lezen hoe dat heet, want dat is gewoon niet uit te spreken bijna. Asparagus. Dat is de kleur zacht geel die ik heb gebruikt. En dat nummer is 2928004. Nou, in wit kaartstok, daarvoor gebruik ik het luxe linnen van Bellalulu. Heb je nodig 1 keer een stuk van 12 cm bij 28,5. En voor de banderol een stuk van 5 bij 28. Dan gaan we naar lichtgeel. Het geel hebben we een stuk nodig van 11,5 bij 27. Een stuk van 11,5 bij 13,7. Het is minimaal, maar het is wel nodig. Een stuk van 11,5 bij 13,5. En twee stukjes van 12 bij 4,5. Dessinpapier hebben we nodig. Voor de, het platte gedeelte van de kaart heb ik dus weer een notebook genomen. Dan heb je daar, je hebt 1 keer nodig 13,11 bij 13,2. Dat is voor je voorkant, dat is deze. Voor de voorkant heb je dus 1 keer nodig 11 bij 13,2. Dan ga ik twijfelen. Ja, 13,2. En dan heb je twee stukjes nodig van 11 bij 13. Dan hebben we twee stukjes nodig van 4 bij 11,5. Dat is deze. En twee stukjes nodig van 11 bij 5,5. Dat is deze. Dit is wat we nodig hebben. Nu ga ik mijn grootste witte en de grote gele pakken. Dit leg ik opzij, want dat heb ik voor nu niet nodig. Geel nog eens. Geel. 1 van 11,5 bij 27. 1 van 11,5 bij 13,7. 1 van 11,5 bij 13,5. En 2 keer 4,5 bij 12. Ik zet het uiteraard ook in het blog. Asparagus, ja, inderdaad. Dessinpapier, Chris. 1 keer 11 bij 13,2. 2 keer 11 bij 13. 2 keer 11,5 bij 4. En 2 keer 5,5 bij 11. Oh, Elisa, ja, dat kan gebeuren. Goedemorgen, Ton. Die heb ik net opgenoemd, Juliette. De geel. Ik moet nog 1 keer en dan ga ik beginnen, hoor. 1 keer 11,5 bij 27. 1 keer 11,5 bij 13,7. 1 keer 11,5 bij 13,5. En 2 keer 12 bij 4,5. Heb je het nu, Juliette? Wat ik anders doe, is dat ik, als mijn kaartje klaar is, dan post ik hem altijd in de groep. Dan zet ik daar ook wel even de maten voor jullie bij. Dat is misschien het handigst. Dan doe ik dat. Nou, we hebben het witte kaartje. Die hebben we eerst nodig. Ik pak dus mijn snijrilapparaat. Het witte kaartje was 28,5.
Dus ik ga een muur rillen door de midden. Dus dat is 14 en dan ja, 0,275. Laten we dat maar doen. Dus die ril ik gewoon door. Dus eigenlijk de witte, die doe je gewoon door de midden. Niks bijzonders. De gele vergt iets meer uitleg. Die ril je op 13,5. Sla je even je rilbord uit. Want dat is wel handig. Zelf ook allemaal opgeschreven natuurlijk. En dan doe je daar 6 bij. En dan ril je hem op 19,5. En dan doe je er nog een keer 6 bij. Dus dan ril je hem op 9 plus 6, 25,5. Zeg ik dat goed? 29, 25,5. Zo. Dan heb ik hier 3 rillijnen. Deze kan weer opzij. Die heb ik niet nodig. Dat kan ook inderdaad, Annie. Dat is ook een hele goeie. Oh, Juliette. Sorry, je schrijft traag. Maar ik beloof jullie dat ik sowieso de maten van het kaartstok, dan noem ik het wel even kleur 1, kleur 2 en de zendpapier, ga ik de maten even gewoon in mijn post bij mijn kaartje zetten. Want het blog, dat duurt natuurlijk iets langer voordat we dat hebben. Voordat ik dat geschreven heb. En als jullie het kaartje willen maken, dan moeten jullie anders zo lang wachten. Nou, dit is mijn kaartje. Dit is, zeg maar, ik maak dus een dalvouw. En ik maak een bergvouw. En dit wordt dan straks weer een dalvouw. Dit is het. Zo. Maar ik heb natuurlijk een halve cirkel eruit gesneden. Kijk, dat heb ik op deze manier gedaan. En daar heb ik dus gewoon gladde cirkelstansen voor gebruikt. En ik heb 2 maten genomen. Eentje voor kaartstok en straks eentje voor dessertpapier. En die voor het kaartstok die ik nu ga gebruiken is 7,5. En die ik straks voor het dessertpapier ga gebruiken is 8 doorsnee. Ja, dat is toch geen probleem, Francisca. Dat kan ik gewoon even doen hoor. De kleine moeite. Potlood erbij. Dan pak ik eerst dus de kleinste, die van 7,5. En ik wil hem natuurlijk eigenlijk door de midden wil ik een, dat hij een beetje zo goed als in het midden ligt, wil ik hem stansen. Nou ben ik altijd iemand die dat soort dingen graag op gevoel doet. Dus ik ga gewoon heel even hier een streepje zetten en hier een streepje zetten. En dan check ik het altijd voor de zekerheid eventjes. Dat er niet een heel veel, ja dat dacht ik al, want het was ook 2 centimeter. En hier is hij ook 2 centimeter. Nou, dan heb je nodig mallertape. Wel andersom, want anders snijdt hij niet. En dan leg je hem dus weer in je basislijn. Dus je streepjes had ik net aan de binnenkant. En dan leg ik hem dan nu ook weer neer. Ik plak in dit geval het zoveel mogelijk aan de binnenkant op mijn mal. Zodat ik zeker weet dat het niet blijft plakken. Het tape als ik het eraf haal. Want omdat je een distansmachine haalt, kan het nog wel eens zijn dat je het, dat het toch wat strakker erop duwt. Dus ik ga deze nu even uitstansen. Dankjewel, Juliette.
leg ik opzij. Dit heb ik straks nog één keer nodig voor mijn decempapier. Kijk, nu heb ik hier mijn halve cirkel er mooi uit. Twee keer een halve cirkel. En dus nu heb ik dan eigenlijk mijn staandertje voor mijn kaartje. Dan pak ik het witte gedeelte. En dan ga ik de voorkant vast even pimpen. Ik kan dus eigenlijk al een heel stuk kan ik pimpen op dit moment. Ik gebruik geen inkt deze keer. Ik ga hem wel de-stressen. Maar ik vond eigenlijk alle kleurtjes inkt vond ik er gewoon te fel bij. En omdat ik lila had ik wel, de Lulu Lavender van Memento zou eventueel kunnen. Maar omdat ik nu zacht geel decempapier heb gebruikt, vond ik het niet zo mooi om met lila te gaan beinkten. Dus we beinkten vandaag niet. Nou, deze past op de voorkant. Dit is die gele van de grootste, hè, van 13,7. Die gaat op de voorkant. Zorg dat hij redelijk in het midden komt. Zo. Ik heb op deze dan een ruitje gedaan. Op die andere had ik het stippeltje gedaan. Maar op de voorkant zelf doe ik geen dingetjes plakken. Want daar komt die banderol overheen. En die heb ik wat breder gedaan. En dan ook een leuke grote tekst erop. Dus dan is die niet nodig om daar dingetjes op te plakken. Kijk, dat is dit gedeelte. Dan klappen we hem weer open en dan gaan we met dit gedeelte aan de gang. Zijkanten gewoon weer even de-stressen. Zo. Nou, let erop dat je hier, waar het geronde gedeelte uit is, dat je daar geen inkt op doet. Of geen lijm op doet, sorry. Want dat moet natuurlijk niet aan elkaar gaan plakken. Nou, dan plak je hem zoals je altijd je decempapier mat. Maar je houdt hier ongeveer een halve centimeter over aan de bovenkant. En dat komt omdat ik dit 13,5 heb gedaan. En dit witte eigenlijk 13,7 is. Nou, dit gele, dat is dus een plakstrookje. Voor deze kant. Want ja, je kaartstok is gewoon niet zo breed dat je hem helemaal het hele stuk in één keer kan doen. Dus je moet het daarom op deze manier doen. En nou vergeet ik iets. Mijn stukje mica. Ik heb een stukje mica gesneden van, ik ga het even doen, 2,5 bij om en nabij 10. Die komt hier tussen. En mica is mijn ervaring. Kan je gewoon het beste opplakken met dubbelzijdig tape. Ik vind zelf altijd dat het met lijm toch nog wel gauw losschiet. Dus pak ik even mijn schaartje. En dan doe ik aan beide kanten een klein stukje tape. Je ziet daar natuurlijk helemaal niks van. Het lijkt wel of die een beetje scheef is. Een klein
klein beetje maar. Ja, ik ga het hem toch even. Rechter knippen, want ik vind het lelijk. Zo. Dat is beter. Dan zie je daar heel weinig van het mica. Maar het is ter ondersteuning van hetgene je er straks in de cirkel gaat plakken. Die plak je gewoon om en bij een centimetertje vanaf de bovenrand. Hoeft niet zo heel precies. Want dat zeg ik, het is echt een ondersteuning voor wat je er tegenaan gaat plakken. Nou, dan pak je deze. En die zet je dan ook om en nabij een halve centimeter van je vouwlijn af. Van je kaartje. Let daarop dat die goed... Dat die niet te veel is. Want als je hem te veel doet, dan krijg je ook weer een beetje een raar effect. Even kijken hoor. Kijk, hier heb ik hem dus te weinig. Klap ik hem even dubbel. Zo. Mika die trekt ze krom. Ja. Zo. Nou is hij beter. Die kant en die kant. Ja, oké. Okay. Dan had ik het andere gele stuk. Ik ga even iets omhoog. Dit is het stuk van 13 bij 13. En die plak je er dan bovenop. Zo. Nou, dan heb je dus je kaartstok overal opgeplakt. Goedemorgen, Antoinette. Halve handen. Ja, dat komt omdat ik dan zo zit. Ja, dat zou heel goed kunnen. Nou, ik heb nu voor het gnoompje gekozen. Die gaat aan de onderkant. En dan ook weer gewoon met het randje eromheen. Dus dat je een mat. Komt waarschijnlijk omdat ik dan weer net iets te laag zit, Anita. Maar ik ga opletten dat ik met mijn handen meer naar boven ga. Nou kies ik ervoor om waar ik dat plakstrookje heb gedaan, om die aan de achterkant te doen. Want je gaat, als je je kaartje, dan zie je dat toch niet, zeg maar. Zo. Je trekt die straks rechtdoor als we het allemaal weer gaan beplakken. Dus dit is eigenlijk niet zo heel ingewikkeld.
Het is gewoon een kwestie van plakken. Zo. Doen we het nou toch verkeerd om? Ja. 1. Dat komt omdat ik de voorkant al geplakt had. Oh. Ga hem even eraf halen hoor. Zo. Dit is de achterkant. Ja, we klappen hem zo dicht. Zo. Als je er snel genoeg bij bent, dan kan je het vaak nog wel voorzichtig eraf halen. Dus let op dat als je hem opplakt, dat hij aan de voorkant zit. Dus dat als je hem openklapt, kijk, dit is dus, als hij dicht is, de voorkant. Als je hem openklapt, dat je dan meteen, dat hij goed ligt. Want anders is het een beetje zonde. Nou, dit was voor de banderol. Dus ook voor de banderol. Die ook. Dan heb je twee stukjes dessinpapier nodig van 11 bij 5,5. Dat stukje komt zo meteen hier. Maar dan moeten we natuurlijk ook die cirkel uithalen. Goedemorgen Ria. Ja, zeker Juliette. Nog leuk om een kersttafereeltje te maken. Wat ik gedaan heb, ik heb hem dus zeg maar tegen mijn kaartstok aangelegd. Hierboven, op deze manier, heb ik mijn potlood gepakt. Nee, je moet het op de goede kant doen, want anders kan je de cirkel niet doen. Dus je legt de goede kanten tegenaan. En dan, ja, je weet allemaal ongeveer hoe je hem gaat matten, hè? Dus de afstand van je matranden. Dan zet ik hier een streepje. En die kant een streepje. Ik ga het zo laten zien hoor. En onderaan in de cirkel. Dan heeft hij die net niet gepakt. Ik zal niet weten of hier een simpelere manier voor is. Maar ik doe het altijd op deze manier. Zo. Als ik nou nu deze pak en dan pak ik de grote cirkel, dan weet ik op welke hoogte ik om en nabij uit moet komen om hem goed te kunnen matten. Want je wil die cirkel natuurlijk zo uit hebben dat hij een mooie rand geeft. Eerst had ik bedacht van nou ik doe het, laat het even in het kaartstok. Maar dan vond ik dat niet mooi uitkomen met het hekje. Dus vandaar dat ik toch achteraf besloten heb om hem er toch uit te halen. Er toch de dessinpapier op te doen. Het is wel iets meer gepuzzel, maar ik vond het wel mooier. 1,7. Ja. Dan heb je dus wel je snijmachine weer nodig. Bij mij aan de rechterkant. Carine, je kan hem terugkijken en hij staat eind van de dag of morgenochtend ook op YouTube. Dus, nou, dit is 1. En het handigste is dat als je nu je tweede stukje dessinpapier pakt, dat je die dus gewoon op elkaar legt. En dan ook hier de streepjes neerzet. Dan kan je hem op exact dezelfde plek, kan je hem dan je andere cirkel ook uitstansen. Om
Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Dat alles op dezelfde plek komt. Die zit hier. Die zit daar. Zo, ik ga even iets omhoog. Ik moet daar even iets voor dichterbij werken. Kijk. Dan heb je je andere, de helft van je cirkel. Francisca, ja. Dat is natuurlijk zo. Ik had natuurlijk heel veel kaartjes gemaakt dit jaar. En natuurlijk eerst bij Hobbies en nu bij Noor. Dus ik had een flinke verzameling aan kerstkaarten. Dus dat was wel prettig. Ik ben ook gek hoor, op de lives kijken hoor, Francisca. Ik vind dat het erg leuk. Je leert er altijd wat van, want we zijn, laten we nou eerlijk zijn, we weten allemaal niet alles. Je leert er altijd van. Dus ik kijk ook heel graag naar de lives. En je doet vaak ook inspiratie op, hè. En dat wil niet zeggen dat je het kaartje natuurlijk namaakt. Maar dat je je laat inspireren door het kaartje wat die persoon maakt. Nou, dan pak je dus je staandertje weer. En dan kan je hem dus precies zo plakken dat hij mooi uitkomt. Zo. Oh, ik ga naar boven. Kluns. Zo. Dat is 1. En dat is 2. Ik wil natuurlijk even dat hij goed vast komt te zitten. Dus dan duw ik hem even aan op de... Dat ik hem dichtvouw, zeg maar. Anders kan je het gewoon niet zo heel goed aan duwen. Dan pak ik de andere kant. En ik zie dat hij toch weer iets losspringt. Nou, dan hou ik hem even zo goed vast. Zo. We gaan hem even goed laten drogen. Want we gaan nu verder met de boom. De boom is eigenlijk de tak van Marianne Design. Dat is deze. En Jolanda heeft ook weer een heel leuk actiepakket gemaakt, zag ik. En daar zit dan in de tak. Deze, de Fillet Edges, Adventure Edges 2 van Elizabeth Craft. En deze leuke stempelset van Carlijn Design. De stempels met ja, de grote teksten, jaren, feestje, succes. En met die kleintjes kan je dus allemaal gewoon toch nog een beetje een leuk zinnetje maken. Zoals deze heb ik neergezet, gefeliciteerd, je bent jarig. En op deze heb ik, er is er eenjarig. Je kan natuurlijk ook hieronder nog wat doen. Dus dan kan je, op die manier kan je hele leuke tekstjes maken op je kaartje. Dus dit zit in het actiepakket. De Adventure Edges 2 van Elizabeth Craft. Stempels van Carlijn. Ik weet niet of ik kan zien welke zet. Oh, het is stempels grote teksten 3 van Carlijn. En de tak van Marianne Design.
Normaal als je deze drie producten loskoopt is het €34,99. En nu heb je dan 14% en dan betaal je €29,99. Dus dit is de tak van Marianne Design. Die wil ik wel een beetje op kleur brengen. En dat doe ik met de Toffee Crunch van Memento. Gebruik ik mijn blending tooltje. En ik doe eigenlijk eerst de takdeeltjes gewoon eroverheen halen. Zodat mijn takken iets donkerder zijn dan mijn stam. En dat kan je natuurlijk zelf bepalen hoe je dat wil doen. Maar alleen het kraft vond ik een beetje flats. Dus vandaar dat ik dacht, ik doe hem toch een beetje met inkt. Dat is natuurlijk zo gepiept, hè, met inkt. Schoonmaken en dan pak ik de andere kant. Dat is mijn hekje, die heb ik straks nodig. Nou, dit heb ik natuurlijk ook straks nodig. Maar ik heb van de fillet, van de Adventure Edges, Edges, ik vind dat het zo'n woord om uit te spreken, heb ik ook de bloemetjes en de hartjes van de bloemetjes uitgeponst. Want die ga ik op mijn boom als een soort bloesem verwerken. Dus ik ga even een aantal bloemetjes pakken. En er zit namelijk wel een voor- en een achterkant in dit bloemetje. Dus als je ze pakt, leg zorg dan dat hij wel goed omligt. En ik had 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bloemetjes. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Plus 4 is 15. Nou, we doen even 2 extra. Dat zijn er 18. En dan maak ik even mijn lijmpen een beetje schoon. Ik wil natuurlijk maar een heel klein druppeltje lijm hebben op mijn bloemetjes. En ik doe eigenlijk gewoon op alles al een dotje lijm. Want ik ga zo meteen in één keer door met het hartje erin te plakken. Zo. Dan pak ik eigenlijk het liefst altijd een piktool voor. De meeste van jullie hebben hem ondertussen. Ik weet niet of deze ik weet niet eens van welk merk dit was. Of deze alweer voorradig is. Die was toen ook in een mum van tijd uitverkocht. Dus, ik heb gezellig gele bloesempjes gedaan, want ik denk, nou, dat is past gewoon lekker bij het voorjaar. En dan heb ik het witte kaartstok genomen om het hartje van mijn bloem mee te maken. Dit is dan weer natuurlijk even een priegeltje. En ja, de een vindt het leuk om te doen en de ander vindt dat minder leuk om te doen. Als je niet zo van het priegelen bent, dan kan je misschien ook met een fineliner een hartje in je bloemetje maken. Als dit een te veel gedoe is om op te plakken. Nou heeft het linnenstructuur van Bella Lulu heeft twee verschillende kanten, dus ik wil natuurlijk wel de grove kant
wil ik in mijn hartje hebben. Daar zit dan net even iets meer textuur in. Kom. Zo. Nou, we zijn er bijna. Het is gewoon het handigst als je die bloemetjes vast opplakt voordat je je boom op je kaartje gaat plakken. Als je dat later doet, dan is dat best wel een gedoe. Dus ik heb ervoor gekozen om het eerst op mijn boom te plakken en dan pas mijn boom op te plakken. Oh, wat schattig, Francisca. Goedemorgen, Ans. Ja, dames, we kunnen helemaal niks meer, hè, momenteel. Dat is best wel jammer, hè. Oh, maar ja, dat heb ik eigenlijk ook nog nooit geprobeerd. Ja, is dat natuurlijk logisch. Dat kan natuurlijk, want dat gele kaartstok, dat heb ik ook natuurlijk dubbel gestanst. En het decempapier is 200 grams en het kaartstok is 216 grams. Dus in principe zou dat natuurlijk gewoon moeten kunnen. Hetzelfde doe ik nu bij mijn tak, dat ik op de plekken waar ik een bloemetje wil hebben. En dat is eigenlijk de uiteinde van al mijn takjes, in principe. En dan ga ik straks kijken of ik ze ook nog ergens anders wil. Dus dan kijk ik of ik mijn verdeling compleet vind. En op deze manier maak ik dus van de tak van Marianne Design eigenlijk een soort met bloesemboom. Nou, ik vind het toch wel leuk om bijvoorbeeld hier een klein beetje in die middenstukken nog een bloemetje te doen. Jullie weten, ik hou van veel bloemetjes. Dan denk ik alleen dat ik het iets te kort heb uitgestanst, gemaakt. Dus ik ga er nog even twee bij plakken. En daarna kan je dus heel makkelijk je boompje, of je tak eigenlijk als een soort bloesemstruik. Neerzetten. En die ene die lag, die vond ik iets te ver afwijken. Dus, nou. Kijk, dan heb ik dus gewoon een hele leuke bloesemtak. Of struik. En, oké, hier is die. Die plak ik dus dan meteen. Ga ik die hier plakken, aan deze kant. Dat doe ik gewoon met lijm. En niet overal, want ik wil wel dat die een beetje los zit.
En ik laat hem gelijk lopen met mijn dessinpapier. Dat ga ik zo meteen even laten zien. Ik laat hem niet te ver naar buiten uitlopen, omdat ik anders straks met mijn banderol niet uitkom. Nou had ik ook een hekje van uit de Adventure Edges van Elizabeth Craft. En daar heb ik de lila voor gekozen. En daar moet ik één stukje afhalen. Dat is dit gedeelte. En dan plak ik die ook gewoon op de hoogte van mijn dessinpapier. En hij is eigenlijk ietsje smaller als het dessinpapier. Maar dat vond ik beter als dat ik dan zeg maar hem af moest knippen halverwege die overdwarse balkjes. Want dat vond ik dus echt niet zo mooi. Ik had natuurlijk nog een vlindertje. Die ga ik eerst even opplakken. Maar ik vind het altijd een toestand om die angeltjes van die vlindertjes uit te knippen. Ik weet niet hoe jullie daarover denken. Maar ik vind dat altijd echt een gedoetje. Dit zijn de angeltjes, kijk. De angeltjes die zitten normaal gesproken zitten die hier aan. Ik doe een meeldraadje. Ik ga eerst vast een stukje dubbelzijdig tape opplakken. Ik pak een meeldraadje. En zo een dubbelzijdig tape. Even mijn piktool moet ik hebben. Mijn meeldraadje. Nou, die vouw ik doormidden. Dat mijn knopjes gelijk zijn. En dan draai ik hem eerst even een klein beetje op. Dan pak ik mijn vlindertje weer. En dan kijk ik even, want die angeltjes die zaten aan die kant. Dus dan wil ik ze ook aan die kant hebben. Dan pak ik nog een klein stukje tape. Ik moet hem ook vastzetten natuurlijk. Ik weet even zo om doen. Kijk, nu heb ik dus gewoon twee leuke angeltjes op mijn vlindertje. Stukje tape wat je erop hebt geplakt, dat haal je er gewoon af. En daarmee plak je hem dus vast op je mica. Dan heb je hier natuurlijk ook nog een stukje over. Ja, want dat is natuurlijk niet mooi als dat uitsteekt aan de onderkant. Zo. En dan zit hij op mijn mica. Nou, hij zit hier ook mooi op mijn mica. En dan ga ik hem laten vliegen. Maar ik vind hem iets te hoog. Dus dan knip ik er weer een stukje af. En dan pak ik nog even mijn gnoompje. Want ik wil even kijken in hoeverre mijn gnoompje komt. Ja. Het onderste gedeelte van mijn mica plak ik dan weer een stukje dubbelzijdig tape. Het hoeft maar een heel klein stukje te zijn. Dat plak je dan aan de goede kant. Dus aan de kant waar je vlindertje zit. Daar plak je ook aan de onderkant je foam tape. En dan doe je hem, laat je hem niet achter het mica, maar voor het mica. Zet je hem dus in. Want dan leunt hij als het ware tegen je achterkantje aan, zeg maar. Je vingertjes goed aandrukken met mijn vinger.
pak ik mijn gnoom. Ik heb deze leuke roze genomen met de paars ei. En die plak ik ook achter mijn hekje. Maar wel achter het gele. Dus ze staat. Ja, ik had gisteren eerst die gnoom erin gezet. Of hij. Staat achter het hek. Dus ik duw hem niet helemaal naar beneden. Want anders verdwijnt hij een heel eind naar beneden. En dan zie je niet zoveel meer van de gnoom. Dan heb ik nog een dun strookje. Even kijken, waar heb ik dat gelaten? Hier. Even kijken of ik dan toch ook... even achter mijn bloesemtak een stukje moet gaan doen. Ja, ik denk het wel. Ik vind dat deze hangt wel heel erg naar beneden. En dat vind ik niet zo mooi. Dus daar ga ik een klein stukje mica achter plakken. En dat mag, dat hoeft niet zo breed te zijn. Dus ik knip dat. Bij mijn andere kaart bleef die heel mooi rechtop staan. Maar bij deze niet. Dus dat is dan... ja, gewoon even kijken wat het handigste ook is. En ook dat steek je dan voor je stuk mica die je in de... breedte heb zitten. Kijk, want nu blijft hij beter tegen mijn blijft hij mooier rechtop staan. Nou, dan had ik dat leuke schattige konijntje natuurlijk weer. Die zit ik ook op mijn andere kaartje, maar ik vind hem zo leuk dat hij er ook weer hier op moest. Die plak ik met een stukje foamtape op. Zo. Ik zal zo nog eens even gaan lezen. En die zit dan voor het hekje. En dan gezellig bij de gnoom. Ja, ik vind het wel een leuk effect geven om mijn, zeg maar, mijn vlindertje op deze manier te doen. Dan heeft hij dus gewoon echt een leuke engeltje. En nu vliegt hij ook eigenlijk als het ware een beetje. Nou, die gaan even hierin. Dan had ik nog eigenlijk dit schattige bloemetje. Maar... ik weet niet of dit lukt, wat ik wil. Ik vond het wel leuk om daar nog één zo'n ander bloemetje achter mijn hekje te plaatsen. Of dit leuke sneeuwklokje. Die dan een klein beetje over mijn bloesemtakje valt. Maar dat is niet erg. Yep. Want het is juist wel leuk als er hier en daar nog wat extra tevoorschijn tovert. De tulpjes zijn voor de voorkant. Nou, dan heb ik dus hier eigenlijk de basis weer van mijn pop-up kaartje klaar. Dus eigenlijk gewoon, ja, niet zo'n hele ingewikkelde pop-up. Die doe ik dicht, want ik ga nu mijn banderol maken. Nou, mijn banderol die moet natuurlijk in het midden komen. Dus wat doe ik? Ik leg mijn kaartje neer waarvan ik denk, nou... nu is hij ongeveer in het midden. Dan pak ik mijn potlood. Dan zet ik een streepje aan beide kanten. Op deze manier. Dan pak ik weer mijn rail tool.
Maar ik wil dat hij natuurlijk iets ruimer is. Dus wat doe ik? Kijk, het streepje zit aan de... ik leg het streepje... Als je je grote deel van je snijblad rechts hebt, dan schuif ik mijn streepje een klein stukje op. Helemaal niet veel. 1, 2 mm maken dat van. Ja, dat ril ik dan. En dat doe ik ook bij de andere kant. Dus dat die ietsje groter is. Dat die iets meer ruimte heeft om te vouwen straks. Dan krijg je hem er iets makkelijker omheen. Nou, dit vouw je dicht. Deze vouw je ook dicht. Nou, dit kunnen we eigenlijk gewoon plakken. Want dat is heel simpel. Wat is er anders? Met die kant en die kant. Ja, ik ga heel even ietsje corrigeren. Nou. Zo. Dan pak ik lijm. En wat ik doe, ik zet eigenlijk ietsje eronder een streepje. En dan plak ik daar mijn lijm op. Gewoon goed aanduwen. Dan had ik geel en dat streepje. Het gele komt er eerst op. En als ik het op deze manier doe, dan zit mijn naad van, van het witte, dus van mijn basis van mijn banderol, zit aan de achterkant. En dan plak je dus daarna gewoon je decempapier en je, of je kaartstok op, je andere kleurtje. En daar je decempapier overheen. En dan heb je hem mooi weggewerkt. Maar hij schiet dan ook minder snel los. Ik denk dat ik net een millimeter te breed mijn gele kaartstok heb gesneden. Dat ik ietsje ernaast zat. Maar dat is zo weer weggewerkt. Dus de maten kloppen hoor. 5 breed, 4,5 breed en dan 4 breed. Dus dat klopt gewoon. En als je je banderol breder wil, kan dat natuurlijk ook. Hè? Bij mij is het kaartje wat ik er zo meteen op ga plakken. Met gefeliciteerd of met jarig. Is breder als mijn kaartje, als de banderol. Vind je dat niet mooi, dan kan je natuurlijk ook zeggen. Nou, ik maak mijn banderol net zo breed. Of ik gebruik een kleinere stempel. Die wel op de banderol past. Zo. Hetzelfde doe ik bij mijn decempapier. Kijk, zie je, want die matcht wel gewoon goed. Dus ik denk dat ik het gele net even een millimetertje ernaast zat. Pak ik de voorkant. Het is even een
gepuzzel in het begin. Maar daarna heb je wel wat, toch? Ik snij dit eigenlijk gewoon recht uit en dan gewoon vlak langs de tekst. Dus daar let ik niet op de maten. Ik kijk gewoon wat ik, nou ja, hoe ik het mooi vind, zeg maar. En nou wil ik wel een recht hebben. Dus ik plak hem ietsje van de kant af. En dan ga ik met de layer guides van We Are Memory Keepers. Ga ik mijn matrand maken. Dat zijn drie linealen. En dan heb je vier. En die kant ook vier. En aan die kant twee. Dus heb je 10 maten om te matten. Ook super leuk voor scrappers. Fijne dag, Elisa. Oh, dat is balen, Elisa. Nou, hij komt ook op YouTube. En ik kies ervoor om in dit geval de 3,16 te doen. Dus dat is 3 bij 16 centimeter om te matten. En ik snij eigenlijk altijd met het vingermesje. En als je hem goed tegenaan legt. Doe ik het goed? Ik wil 3,16. Deze kant. Als je dus er tegenaan duwt, dan plak je hem eerst op. En als je hem dan tegenstand voelt geven, dan ga je snijden. En zo doe je dat aan alle vier kanten. Dus zodra je tegenstand krijgt, en dat je hem niet door kan schuiven, dan zit hij goed. En dan heb je dus gewoon een hele mooie brede matrand om je gestempelde tekst. Vind je dat te breed, dan kan je ook de 1,16 pakken. 1,16e. Die is smaller. Dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met wat we normaal gesproken matten. Met zo'n smal randje. Deze komt hierop. Dat doe ik ook weer met foam tape. En ik plak in dit geval 2 stukjes op mijn banderol. Dan weet ik zeker dat die niet... uitsteekt als ik hem op de tekst plak. Nou, dan plak je hem om en nabij in het midden. Dat is natuurlijk wat je zelf mooier vindt. Ik vind altijd zelf leuk als het een beetje scheef is. Dan had ik natuurlijk nog die 2 leuke tulpjes. Nou, en die ga ik hier dus eigenlijk een beetje onderuit laten komen. En dan, ik doe altijd even checken of ik wel alles mooi, ja, als het knippen en dat er geen scherpe hoekjes of hapjes aan zitten, vind ik zelf altijd mooier. In dit geval plak ik de tulpen op en doe ik ze niet met foamtape, omdat ik ze onder mijn... ding uit wil laten komen. En het mag natuurlijk best wel een klein beetje uitsteken. Nou, dan heb ik dus in principe mijn banderol met mijn kaartje is klaar. En als je hem dus van bovenaf erom schuift, zeg ik het goed, kijk, dan die moet even naar binnen. Schuif je hem er zo omheen. Zorg dat hij niet te wijd is. Want dan, ja, dan glijdt hij er constant af. En dat is natuurlijk ook niet mooi. Dus op deze manier heb je dus gewoon een heel leuk kaartje. Voor een jarige. Nou, en deze hadden we natuurlijk ook. Hè, met dat konijntje. En de andere tekst. Dus ik heb hetzelfde zendpapier gebruikt.
En dan hebben we twee leuke kaartjes. Met allebei heerlijke vrolijke kleuren. En allebei voor een verjaardag. Ik heb hier voor de tulpjes bij allebei gekozen. Omdat de lila van mijn mat gedeelte dan weer terugkomt in mijn tulpjes. En je kan natuurlijk ook de sneeuwklokjes. En volgens mij zitten er ook irisjes in. Ook die kan je kiezen. Dat is net wat je leuk vindt. De kleur lila die ik gebruikt heb is de kleur Hyacinth van Florence. Nou, ik zal mijn dopje vast erop zetten. Dus nou, deze is dus het voorbeeld. Ik ga hem nog één keer openmaken. En daar hebben we dus het gnoompje en het konijntje zittend met een mooie bloesemtak. En dan heb ik deze gekozen. Ook voor een gnoompje en een, ja, ook een zittend konijntje. Dus nou, dit zijn mijn kaartjes die ik vandaag aan jullie wilde laten zien. Ik ga straks even op de foto zetten. En voor degene die hem zouden willen maken, zet ik daar de maten van het cardstock in beide kleuren en het designpapier ook bij. Dus. En dan dank ik jullie voor het kijken. En dan wens ik jullie een hele fijne maandag en tot de volgende keer.